Na bijkans 12 jaar is de positie van de grafiemedia-industrie wederom in kaart gebracht. Het laatste diagnostisch onderzoek binnen deze sector is gedaan tussen december 2004 en maart 2005. Het sectoronderzoek is in opdracht van de Grafische Werkgeversfederatie, GWF, met medewerking van de Caribbean Development Bank, door tussenkomst van de Suriname Business Forum uitgevoerd. Na de economische situatie die het land chaotisch achterliet, vroegen wij ons af als zo'n onderzoek nog zin heeft, zegt Danny Lefoussan, hij is secretaris en woordvoerder van de GWF. Maar meer nog, de collectieve behoefte aan ontwikkeling van de industrie. Er bestond en nog steeds niet in Suriname geïnstitutionaliseerde grafisch onderwijs bestaat niet. Iedereen die zowel in de grafische wereld werkte, had een beetje dat vak geleerd. Voor een paar uitzonderingen natuurlijk, denk ik aan de markten, de grafische wereld, de volgende mannen. Maar verder had ze allemaal een vak geleerd. En er was ook geen ontwikkeling in de industrie. Ergo, er werd zelf neergekeken op die industrie. Als je niet goed wil zijn, dan moet je maar een vak geleerd worden, een goede druk zijn of zo. Zeker dat ze zaken. Vandaag de dag is de grafische industrie nog wetenschap. Niet te banen. We hebben toen de draft en we hebben erg veel. En je moet nagaan dat de GWF bij de staat een zodanig vertrouwen heeft gewekt. Het onderzoek is uitgevoerd door consultant Henk Munselag. Hij heeft een voorlopig resultaat gepresenteerd over het sectoronderzoek en het strategisch plan om de status en de knelpunten ten behoeve van de grafische sector te identificeren. De huidige situatie van de grafische media sector. Alvorens we eventjes listen van hoe ongeveer die grafische media sector in elkaar steekt, dan moeten we direct ingaan op het probleem, een van de kernproblemen van de grafische media sector, is dat er nauwelijks gegevens bij de overheid voorhanden zijn, omdat de grafische media sector is niet een zelfstandig ervaren sector, waar je misschien van weet dat het verder klein is, wordt samengestopt met andere sectoren, alle data. Dus wanneer je iets wil weten over de media sector, dan moet je heel gespecialiseerd onderzoek gaan doen. Consultant Henk Munselag, die een diagnostisch onderzoek binnen de grafiemedia sector heeft gedaan. Hij sprak afgelopen maandag tijdens zijn presentatie over het voorlopig resultaat van het onderzoek. De presentatieavond vond plaats in de Q-Mall aan de Quattaweg.